We hebben zojuist de laatste voorbesproken overnachting gehad. Vanaf nu staat alles open. We kunnen nog alle kanten uit. Dus we gaan nog heel even dwars door downtown Chicago. En dan in de richting van Nashville. Follow along! Dit is een hele bekende fontein geworden door een echte typische Amerikaanse serie. Wie het weet mag het zeggen. Married with Children. Wat ga je doen, Adeline? Oh, takjes verzamelen voor het vuur. Dus je bent eigenlijk een beetje een takkenwijfje nu. Ik ben nu een echte takkenwijfje. We zijn er in Lafayette. Fishing campground. En dat is het plan om vroeg naar bed te gaan en morgen heel vroeg op, want Nashville is toch nog wel eens een uur of 8. Dus, tot morgen. Goedemorgen vanuit Lafayette. Dit is Camping Life. Met je gear. Naar het washok. Ben benieuwd. Zo, fris en fruitig. Tijd voor koffie. Time won't stop, so gonna get on the ride. Twisting and turning through life. No matter how rough it gets, I'll get by. Home moves with me where I roam. It's in every dream I make. Every day will always bring me something new. Every day will bring me something new.
Niet alleen voor de lekkere koffie, maar ook voor de wifi-verbinding, zodat we de verdere logistiek van vandaag kunnen gaan regelen. We gaan zo meteen naar een nieuwe staat. We komen uit Kentucky. Ja. En we gaan nu naar Tennessee. Het leukste aan vakantie is dat je altijd heel mooi licht hebt. Met dat licht. We hebben geleerd van de vorige keer, als het regent, niet willen koken achter in de van. Dus wat gaan we wel doen, Elora? Naar Joe's Burger! Wow. Kun je net zien, heb je die mega burger op? Is het weer mooi weer? Hadden we toch nog spaghetti kunnen maken? Nou, dit is wat we dus geboekt hebben in de Starbucks vanochtend. Het kantoortje is al dicht, ze hebben me net gebeld. En als het goed is, ligt onze reservering of wat dan ook in het brievenbusje. We zijn nu hier en dan moeten we deze straat door een bochtje maken. Nee, we komen hier aan en we moeten daar naartoe. Oh.